Ladies and gentlemen, als jullie deze video kijken, ben ik dat dus daar geen lepel is ontploft in jullie microgolf. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hadden. Dat is niet waar, ik hoop dat jullie echt een kut kerst hadden. Haha. Mijn kerstmis was wel oké, denk ik. Ja. Maar een paar seconden geleden heb ik een bericht gekregen van iemand die vroeg: hey, IJsit, wanneer komt de uitslag van je giveaway van de PlayStation 4? Ik zat in deze stoel zo te denken, zo van: giveaway, PlayStation 4. Ik heb geen geld, waarom zou ik een giveaway doen? En toen vroeg ik dus aan die guy: waar de fuck heb je gezien dat ik een PlayStation 4 giveaway doe, bla bla bla. Er is dus iemand die allemaal fake shit doet onder mijn naam. Want hij bestaat dus echt. Dus dames en heren, vandaag gaan we de snitch. One and only snake bitch. Die onder mijn naam allemaal shit doet. Exposen. Oh my god, het is een exposed video. Doe een likeje. Want exposed video's krijgen altijd veel likes. Deel deze video ook met al je vrienden, zodat ze weten dat dit fake is. Laten we eraan beginnen. Mijn naam is Acid. Ook wel bekend als Pussy Destroyer 99. Vandaag exposen we iemand. Super cool. Ik heb deze jas aan omdat mijn verwarming nog steeds kapot is. Dus dames en heren, let's fucking go. Dames en heren, er is dus iemand die al mijn hard werk misbruikt. En allemaal mensen laat klikken op zijn Facebookpagina. En dan giveaways doet. En dan wordt hij zo bekend op Instagram. Dit is mijn Facebookpagina. Ik heb, weet ik veel, wel redelijk veel likes. 42.000. En ik post hier al mijn video's op en ik doe hier leuke dingen op. Maar ja, gewoon een leuke Facebookpagina van mij. Dan heb je ook deze Facebookpagina. Exact hetzelfde. Alleen is de naam Acid YouTube. Heeft deze guy 5.000 likes. En staat er de enige echte Acid in zijn beschrijving. Er zijn dus werkelijk 5.000 mensen die geloven in deze bullshit. Dit is fake. Bij 10.000 likes spring ik in het water. Nog nooit gezegd. Fijne feestdagen. Zou ik nooit zeggen. Fuck jullie. Like als ik een video moet uploaden. 555. What the fuck? Oeh. Dan zou je nu denken: hij doet toch niks verkeerd. Hij misbruikt je toch niet. Hij helpt je gewoon op een rare manier. Ja, dat dacht ik dus ook. Dus ik had hier nooit iets tegen gedaan. Omdat ik dacht: deze guy erop zegt niks verkeerd. Toen kwam dit. Dit is fucked up. PlayStation 4 big giveaway. Wat moet je doen om te winnen? Like deze post. Tag 2 vrienden. En volg Ilias K.O. op Insta en like al zijn foto's. What the fuck? Ik wil even weten wie deze guy is. Ilias K.O. Viner/entertainer. Sowieso fake Stone Island muts. Kijk al deze comments. What the fuck? 358 likes en die komen allemaal van mij. Maar ik heb eigenlijk niks gedaan. What the fuck? Wie is deze guy? Ilias, als je deze video kijkt, sterf! Dank u. Deze guy doet dus legit geen fuck. En de enige redenen waarom hij volgers heeft en waarom hij een beetje bekend is, is door mij. Door een giveaway die ik gedaan zou hebben. Dat heb ik nooit gedaan. Yo, fucka. Hoe smaakt die water? Lekker! That's very funny, man. You're so funny. Fucka. Hoe smaakt die water? Ach, lekker. Dus deze Wushum met zijn gay-ass hondenfilter gebruikt mij als weet ik veel. Promotie of zo. En er zijn gewoon fucking veel mensen die deze shit geloven. En what the fuck? Alles gedaan. PS, je bent baas. Hoe laat komt de winnaar bekend, Acid? Hoe laat komt de winnaar bekend? Ik weet het ook niet. Nog 130 volgers op Ilias_KO zijn Instagram. Dan komt de uitslag. 1 uur geleden. Ga snel nog even allemaal meedoen of zo. Ga allemaal naar deze Facebookpagina. Zorg dat je op deze Facebookpagina bent en niet op de mijne. Dit is @Acid YouTube en hij heeft 4000 likes en zo. Dus gewoon pak hem en reageer gewoon alles wat je wil onder alles. Scheld die guy uit. Pak zijn Instagram. Smash die guy. En toon dat je niet fokt met mij. Dat klinkt nu heel stoer. Waarschijnlijk ben ik gewoon een potje en word ik gesloopt en zo. Maar pak hem toch. Woehoe! Dit is zo fucking erg. Die guy blijft gaan. Blijf Ilias volgen op Instagram. Ik giveaway geen PlayStation. I have no money. Willen jullie dat ik een giveaway doe? Oké. Okay. Ik doe een giveaway van deze pen. Ik ben het dopje kwijt. Dus het is een pen zonder dopje. Dus volg mij op Instagram en tag al je vrienden en win dit ding. Die guy voelt zich sowieso super onzeker. Hij denkt: yo, I wanna be a famous Viner/blogger. Ga een fake pagina maken. Het lukt gewoon. Mensen geloven deze shit. Facebook, als je deze video kijkt, geef mij gewoon een vinkje op mijn Facebook pagina. Deze shit kan echt niet. Kut iCloud lock privébericht, maar als je weet hoe je dat weghaalt. Dus sowieso omdat je probeert mijn iCloud te hacken of zo. Ik haat deze mensen echt. Ik stop met YouTube.
YouTube. Ik ben nooit gestopt met YouTube. Ik wil echt weten wie deze guy is. Ik wil die guy echt slopen. Ik hoop dat ik hem tegenkom of zo. Hier pakt hij even 5000 likes. Hier deelt hij gewoon mijn video alsof ik het ben. Deze guy pakt echt heel veel likes met een fucking fake account. Er was iemand die een fake account had gemaakt op Snapchat. En dan onder mijn naam naaktfoto's ging vragen aan meisjes. Dat is het ziekste wat je kan doen heel de wereld, denk ik. Want er zijn dus echt mensen die naaktfoto's naar die guy hebben gestuurd. En dan dachten ze gewoon dat ik... Dat is ziek. Hij deelt ook gewoon oude foto's van mij. Kijk dit, kijk mijn haar. What the fuck? Mijn haar stond gewoon 20 centimeter in de lucht of zo. Mijn hoofd was veel te lang. Hey shit, what's gebeurd? Het is erg triestig. Mensen die mij faken, die doen alsof ze mij zijn. Waarom zou je dat willen? Ik heb geen geld. Mijn YouTube channel gaat dood. De verwarming werkt niet in mijn huis. Hallo mevrouw, ik stel me eens al voor. Ik ben Ilias en ik ga vandaag... U interviewen. Ik heb een hele makkelijke... Shut the fuck up! Deze guy is gewoon een sloopmachine. Hij gaat mij volledig kapot slaan. Waarschijnlijk staat deze guy te wachten op mij, weet ik veel, op de Dutch YouTube Gathering. En dan doet hij zo... Pow, pow, dat is niet goed. Dat is eigenlijk niet goed. Yo, Kevin! Ga je huiswerk maken, Matty? Je wil weer een stukje rappen? Vorige keer heb je mijn hoofd helemaal suikerziekte gegeven. Nu wil je weer rappen? Oké, laat me weer horen. Als je nu niet goed hebt gedaan, krijg je deze platte van... Oh, shit, deze guy is heavy. Deze guy is strijder. Deze guy geeft het platte van zijn hand. Oh, fuck off! Macho man, met de fake Stone Island muts. Kijk, dames en heren, is niet mijn Facebook account. Dit is van deze guy. Fuck deze guy. Dit is gelijk ook gewoon een bericht naar iedereen die fake shit maakt onder mijn naam. Als je een account maakt onder mijn naam, zet er dan bij fan account of zo. Dan gebeurt er niks. Zeg niet dat je PS4 giveaway doet. En stel, de giveaway zou toch legit zijn en hij geeft echt de PS4 weg. Wat ik zwaar betwijfel. Dan hoop ik daar toch iemand van jullie wint of zo. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Exit. Ik zou zeggen, ga even checken op die guys Insta en op die Facebook pagina. Zorg gewoon dat je verwijderd wordt, rapporteert of zo. Ik ben Exit. Tot de volgende keer. Much love. Mijn rapport. Het is niet goed.